morgen. Op naar Den Haag. Het is het tweede boekenuitje dit jaar. Het snet-event gaat door vandaag. Gelukkig vandaag en niet 2 weken geleden met die gladheid. Het is nu stralend weer. Het zonnetje schijnt. Het is nog steeds koud, maar dat geeft niet, hè, in januari. Conrad heeft, als het goed is, weer een nieuwe ertersoep gemaakt. En we zijn vandaag met 14 mensen, waaronder Piotr Vreeswijk, die het boek geschreven heeft. En die natuurlijk het boek gaat signeren, heb ik het bij me, ja natuurlijk. Mijn autootje zit vol, net volgetankt. Ik heb een mooie bos Vlakkese tulpen bij de landwinkel gehaald. Ben er klaar voor, wat ben ik vergeten? Niks, boeken bij me. Goeie humeur, natuurlijk. En heel veel zin. Dus op naar Den Haag, een uurtje rijden. Lekker muziekje, een beetje genieten van de omgeving. Komt goed. Jullie horen het als ik gearriveerd ben. Met de groetjes weer. Ik ben in Den Haag. Natuurlijk weer een afslag gemist. En ik wil doorrijden. Maar ik word iedere keer naar een doodlopend straatje gestuurd. Dus ik heb mijn auto neergezet. Ik ga te voet verder. En dan hoop ik alleen dat dat telt voor de parkeermeter die Conrad heeft ingesteld. Maar ja, dan hoor ik het zo meteen wel. Op naar Conrad. Ik hoop dat ik het kan vinden. Ik ga heel stiekem kijken bij de snack van Conrad. Want het ruikt hier geweldig. Ik heb honger. Ik heb honger. Nee, even in de pan kijken. Even in de pan kijken. Kijk. Oh, is het... Is het lekker of is het lekker? Het is lekker. Het is heerlijk. Oh. En voor degene die geen, heb ik ook nog champignonsoep. Ook nog gemaakt. Ja, oh, je bent echt geweldig. Die, ja. En dan moet je je niet opgeven ervoor. Voor het snap event. Maar dat is al heel te leuk. Ik wil een bierboek hebben. Ja. Maar. Sandra, is toch met deze speelgoed? Ja. Een stuk maken. Ja, als je stuk maakt, moet je kopen. Ja, dan knip ik eruit hoor. Ja. Wat ben je nou live? Of, ja? Ben je live? Oh, wat ja, leuk! Ben live. Jij ook, is het blog? Nee, ik ben niet live. Maar het is net alle schilderingen, ja. Maar het ook een beetje. In de keuken. Kunst maken, ja, verschillen. Deze is ook goed, hè? Ja, deze was ook heel geweldig. Ja. Ah, dat is het. Nou, maar we moeten het terug is een geregel. Maar jongens, smakelijk. Je voelt wel, als het hart van de schrijver in zit, voel je er zelf. Ja, dat voel je. Dat voel je zeker. Ja, dat klopt wel. Dat geloof ik ook wel. Ik heb bijvoorbeeld boeken van Robert Ludlum gelezen, daar ben ik wel fan van. Ja. En op een gegeven moment merk ik dat er een soort, uit één serie merk ik ineens dat het heel anders werd. Ik denk, hè? En toen kwam ik er later achter dat hij die boeken helemaal niet geschreven had. Ja. Dat wist ik dus echt niet, toen kwam ik later achter. Gezellig, hè? Maar die knallen niet, hè? Zo, nou, klaarstaan. Op een gegeven moment is het heel veel, jongen. Die co-writers, hoor. Zijn nou wel weer recht, of hoor je niks meer? Ik heb een recensie laatst gelezen over een boek van Tom Clancy. En daar stond dat ook. Daar kon ik me helemaal mee identificeren. Ik dacht, toen dacht ik ook van dit moet ik in mijn hoofd houden. Er moet wel een beetje passie in zitten. Ja. Want het is wat een verhaal opknallen, dat kan. Ja. Familiefeestjes, mijn neefjes en nichtjes jengelen. Oom Adriaan, een leuk verhaal. Wanneer ik er echt niet meer onderuit kom, dan vertel ik, ook voor veel detail, het verhaal van de 7 jonge katjes, het huisdierenoverschot en de voorhamer van de buurman. Ik mag dan weer vroeg naar huis. Het verhaal haaien. Wat hierbij van belang is, mijn broer heeft toen die 1,22 was een zwaar motorongeval gehad en toen is er uiteindelijk is er een been geamputeerd en daar moet je even rekening mee houden bij dit verhaal. Het verhaal heet Haaien. Scheveningen. Het is geen zelfstandige gemeente, maar een wijk van Den Haag. De naam wordt alleen nog in ere gehouden om de hordes Duitsers te pesten die de weg moeten vragen. Ze verrekken hun stembanden op het woord, überhaupt en umsonst.
Vrienden en bekenden die wonen bij Oosten de Lijn, Haarlem, Zoetermeer, Breda, willen altijd even naar die badbuurt als ze bij mij op bezoek zijn. Bereidwillig vertel ik hen welke tram zij kunnen nemen, want ik verdom het om mee te gaan. Ik haat het strand. Niet zozeer vanwege de schokkende aanblik van het onverpakt en vaak slecht onderhouden vlees dat er ligt te schroeien, maar ik word er subiet overvallen door een nare jeugdherinneringssmaak. Wit brood met gesmolten haverslag, vermengd met zand. Bovendien is datzelfde zand fnuikend voor de scharnieren van mijn beenprothese. Zij gaan knarsen. Toch zal ik mij eens tijdens het badseizoen naar Scheveningen begeven. Op zo'n bloedhete dag, waarop je nauwelijks 2 meter geraden aus kan gaan, een opgerolde badhanddoek met daarin een zwembroek onder de arm, een stok in de hand om het door het rulle zand te bewegen. Vrienden zullen mij begeleiden en het geheel op video vastleggen. Ik zal plaatsnemen in een rijdend jaren 20 badhokje, dus onzichtbaar voor het overige badvolk. Prothese uit en zwembroek aan, waarna de crew me tot in de branding zal duwen. Dan zal ik zwemmen in de zee, de lompschoolslag. En na verloop van tijd zal ik hinkend uit de golven komen. Links, links, links het strand op, terwijl ik schreeuw: haaien, haaien, haaien! Zo, de middag is ten einde. Wat ben ik voor een bevoorrecht mens dat ik daar weer bij mocht zijn. Geweldige mensen weer ontmoet. Pjotr is een superleuke auteur. Konrad is gastvrij en hartstikke leuk. Ik loop lekker de trap af. Ik ga mijn auto opzoeken. Ik hoop dat ik hem nog kan vinden. En op naar huis. Konrad, hartstikke bedankt voor de gastvrijheid. Voor je ontzettende lekkere soep, de broodjes en het drinken. Het was, je hebt een geweldig huis. Ik hou daarvan. Jos ook bedankt. Je was er dan wel niet. Je ging wel even stiekem weg. Maar ja, het is ook jouw huis. Kees, bedankt voor het organiseren. De mensen van Letterrein, Sandra en Theo die er waren. Ja, toppie. Theo, bedankt voor het boek wat je ons gegeven hebt. Het allereerste boek waardoor Letterrein is begonnen. Geschreven door je broer die er niet meer is, maar waar je 2 stukjes uit voor hebt gelezen. Ja, het trok al aan, dus ik ga het zeker lezen. Pjotr, bedankt voor je openheid, wat je verteld hebt, voor de foto's die we mochten maken, voor je ontzettend leuke stukje in mijn boek. Ik ga weer de vlog maken vanavond en ik hoop dat je er weer van geniet en dat het weer een stukje beter is als de vorige keer. Ja, ik moet het ook maar leren natuurlijk. Ik ga lekker een kopje koffie drinken thuis en dan ga ik aan de vlog kijken of ik er iets van kan maken, alle stukjes die ik gedaan heb. Kijk, nu zit mijn camera een beetje te laag, maar ja, ik kan het niet veranderen. Maakt niet uit. Jullie weten nou hoe ik ben. En op naar een volgende vlog. Vond je het leuk? Duimpje, dat moet ik zeggen natuurlijk. En op naar een volgende vlog van Must Reads or Not. De groetjes van Carolien.